Goedenavond, welkom bij deze 7e aflevering van Opinie. Mijn naam is Latoya Boetius en ik presenteer vandaag dus deze 7e aflevering. Voor het onderwerp van vandaag zouden we eigenlijk terug moeten naar de jaren 1800, waar velen van ons nog niet geboren waren. Er was nog niet eens sprake van misschien onze moeder of onze vader. Omdat toen een paar vrouwen bij elkaar kwamen, een paar Duitse vrouwen, die dus gingen bundelen met andere vrouwen van andere landen, en vooral Europese landen, waar zij dus opkwamen voor de rechten van de vrouw. In Suriname is er ook een heel proces geweest om op te komen voor de rechten van de vrouw. En dan op verschillende fronten. Zeker als het gaat om het bekwaam maken van de vrouw en vooral de getrouwde vrouw. Er zijn nog veel meer verhalen te vertellen als we praten over de dag van de vrouw. Maar we hebben niet zoveel ruimte, dus we hebben het onderwerp afgebakend. En we praten vanavond over de ontwikkeling van de vrouw. De gasten voor vanavond zijn Siegmund Staphorst, oprichter en ex-directeur NVB. Staphorst is de oprichter en de gewezen directeur van de Nationale Vrouwenbeweging. Zij is tevens de medeoprichter van respectievelijk de Stichting Ilse Heenaar Hiewiet Juridische Bijstand voor Vrouwen en het Johanna Elsenhout Vrouwen Documentatiecentrum. Verder is Staphorst de initiatiefnemer van de Women in Business Beurzen. Kijkers, Siegmund Staphorst. Chantal Doekie, beleidscoördinator op het ministerie van Financiën. Doekie is van huis uit jurist en heeft een master in development and policy doorlopen. In Nederland heeft zij van 2011 tot 2014 als zaakgelastigde gefungeerd op de Surinaamse ambassade aldaar. Doekie is verder directeur geweest op het ministerie van ROGD en is thans werkzaam op het ministerie van Financiën in de functie van beleidscoördinator. Kijkers, Chantal Doekie. Tanya Liu Ashu, voorzitter Wie Uma Fustranang. Liu Ashu is dochter van een agrariër en is reeds haar heel leven een zelfstandige ondernemer. Zij heeft 20 jaar in Nederland gewoond, alwaar zij leiding gaf aan haar eigen onderneming, Bedrijfsonroerend Goed. In Suriname heeft zij vanaf 2007 gezeten in de food processing, waarbij zij allerlei soorten sappen vervaardigde voor de groothandel. Thans is Liu Ashu de voorzitter van de eerste vrouwen agrocoöperatie in Suriname, Wie Uma Fustranang. Kijkers, Tanya Liu Ashu. Moet ik zeggen, welkom dames. En dan starten we gelijk. Ik ga geen enkele beurt geven of vragen wie daar eerst op gaat reageren. Maar de vraag is, worden wij vrouwen gediscrimineerd? En toen was het stil. Nou, ik zou liever die vraag willen omkeren. Mm-hmm. Laten wij vrouwen ons discrimineren? Je brengt het een stapje verder. Dus ik denk dat anno 2018 we toch ietsje actiever moeten zijn. En wanneer je dan eigenlijk opmerkt of dat gevoel krijgt dat je gediscrimineerd wordt, dat je daarop inspeelt en niet met je laat gebeuren. Dus ik zou het van die zijde uit bekijken hoor. Dus andersom. Ja. Mevrouw Staphorst. Ja, worden wij gediscrimineerd? Het ligt er helemaal aan op welk gebied. Mm-hmm. Ja? Ik vind dat we flink gediscrimineerd worden als het aankomt op bestuur, mm-hmm, en besluitvorming en politiek. En,
En dat is toch een van de belangrijkste ja, aspecten van het functioneren van een land. Ja. En daarom zeg ik ja, de discriminatie tegen vrouwen is groot in Suriname. Er zijn een heleboel gebieden waarop ook mede dankzij de vrouwenbeweging er enigszins ja, gelijkheid is gekomen. Maar er zijn nog vele gebieden waarop heel hard gewerkt moet worden. En ik hou het ook echt bij politiek en besluitvorming, want daar moeten we nog heel, heel hard aan werken. Gaan werken. U lacht ja. Zo net. Ja. Ik ben het helemaal eens met mevrouw Stappers. Voor mij zijn er twee zaken. Gezien mijn ontwikkeling geef ik eigenlijk nergens de ruimte om me te discrimineren. Dat is één. Maar tegelijkertijd moet ik wel toegeven dat er absoluut verschillende vormen van discriminatie zijn ten opzichte van vrouwen. Maar niet alleen man-vrouw, maar ook vrouwen onderling. Want als we bijvoorbeeld kijken naar de houding van vele vrouwen, niet allemaal, laat me niet generaliseren, ja. Maar van vele vrouwen die wel een andere educatie hebben gehad en wel meer geld en mogelijkheden hebben gehad in de steden vergeleken ten opzichte van vrouwen in de rurale gebieden. Ook daar heb je discriminatie. Dus ik denk absoluut dat er veel meer moet gebeuren. En net wat mevrouw Stappers zegt, absoluut op het gebied van besluitvorming. En het zijn eigenlijk de vrouwen die durven te praten, die eigenlijk daar echt voor moeten vechten. Gelukkig hebben we het over de vrouw in ontwikkeling. En als we praten over ontwikkeling, is het iets dat ergens begint, maar het is een ongoing proces, zolang je blijft leven. En daar ben ik dan heel erg blij dat mevrouw Stappers hier zo zit, want in een vorige aflevering van Opinie is uw naam genoemd bij eigenlijk echt wel nadenken over wat of hoe voor die Surinaamse vrouw als het gaat om handelingsbekwaamheid. Kunnen we alvast een stukje van dat gedeelte, als u ons uit kunt leggen hoe dat precies toen aan toe ging. Ik hoor dan over de jaren 1980 of daarvoor al. Daarvoor al, de 70er jaren. De 70er jaren was de NVB bezig. Ja, toen ja, niet alleen de NVB. Er zijn een heleboel vrouwenorganisaties bezig geweest. En in de 70er jaren was het echt een beetje aan het prille begin. Er was bijna geen ontwikkeling. Op het gebied van rechten van vrouwen zaten we met de kwestie van de handelingsonbekwaamheid van de getrouwde vrouw. Ja. En het was schrijnend, want zonder je man mocht je helemaal bijvoorbeeld geen bankrekening openen, geen grond bezitten, niet zelf grond kopen en dat soort zaken. En het kon alleen maar veranderen als wij vrouwen zelf actie ondernamen om daar tegen te vechten. Yeah. En dat hebben we ook gedaan. En ik kan echt wel zeggen dat er sprake was van een gebundelde samenwerking, een gebundelde vrouwenbeweging die heeft gezegd, dit moet eindigen. En we hebben juridisch alles op een rijtje gezet. We hebben gemobiliseerd onder vrouwen, we hebben ook gemobiliseerd onder parlementariërs. En we hebben ook heel strak gewerkt met het ministerie van Justitie toen. En het belangrijkste voor ons was om zodanig te lobbyen dat de minister van Justitie toen om, laten we zeggen, aan onze kant kwam te staan. Yes. En dat heeft heel veel lobbywerk gekost, maar het was succesvol. Toen dat zover was, was het eigenlijk meer van doorstoten om het tot wet te verheffen. En ik moet ook zeggen dat in die periode was het ook heel moeilijk om te praten over vrouwenwerk en vrouwenbeweging, positie van vrouwen. Want alle mannen dachten dat we ze een schort wilden voorhouden. Weet je zo van, die gedachte. Ja, zeker dat wij gaan koken, dat wij gaan opvoeden, de kinderen zo groen brengen. Nou, eigenlijk wilden we natuurlijk nog steeds willen wij dat natuurlijk de man een bijdrage levert in de huishouding en bij de opvoeding van de kinderen. Maar dat was niet de hoofdmoot. Maar het was echt zo van, die mevrouw, ze is van de vrouwenorganisatie. Vermijden. Maken met haar, zei die man dan ook echt zo. Maar praat niet te veel met haar. Weet je dus zo. Maar als het ging om educatie van vrouwen, ondernemerschap, zoals Tanja nu bezig is. Nou, wij hebben eigenlijk het veld
zacht moeten maken, moeten bekneden, om ervoor te zorgen dat er nu makkelijker over ondernemerschap gesproken kon worden. Meisjes kozen niet voor een technisch beroep in die periode. Yeah. Dat komt ook echt door de vrouwenbeweging, dat we daar heel hard aan hebben gewerkt. De Women in Business beurzen, toen we massaal vrouwen, 100 vrouwen, 100 ondernemende vrouwen in één keer op een beurs. Nou, dat was echt baanbrekend. Weet je, en zo hadden we dan stap voor stap hebben wij vanuit eigenlijk vereende kracht, moet ik zeggen, ervoor gezorgd dat de vrouw een beetje voorop kwam en dat de overheid en politieke partijen rekening gingen houden met vrouwen, de positie van vrouwen. En ik ben blij dat we dat gedaan hebben, want dankzij die al die acties die we hebben ondernomen, is het nu veel makkelijker voor jongere vrouwen, zoals Chantal. En Tanja. Ja, als ik hoor hoe Tanja bezig is nu, dan zeg ik ja, goed zo, maar het is wel een toffe tijd geweest vroeger. Het is een toffe tijd geweest. En zoals u het ook zegt, wij zijn eigenlijk van nu, misschien een paar jaren terug, maar we hebben het echte harde werk niet echt meegemaakt. Maar als we vandaag om ons heen kijken, daarom ook de eerste vraag, worden we gediscrimineerd? En zo zie je iedereen zijn eigen invalshoek, om dan even dan weer richting Chantal te kijken. Het verhaal van mevrouw Staphorst is nu bekend. En zeker ook vele andere vrouwen die ook wel hun verhaal te vertellen hebben over dit gedeelte. Hoe hard ze hebben moeten werken. Zijn we ergens op de goede weg of zijn we er al? Ik denk niet dat we er al zijn. We zijn zeker op de goede weg. En ik denk dat het dan aan ons, omdat je zegt jongeren, ligt om dit werk daar voor te zetten. Om de strijd eigenlijk, ik weet niet of ik het echt strijd moet noemen, maar om toch hiermee door te gaan. Om nog te kijken van, waar zijn er nog wat punten waaraan gewerkt moet worden, waar wij vrouwen toch nog wat inspraak in kunnen krijgen. En dan, mevrouw Staphorst had het eerder ook al over politiek en bestuur. En daar schort er wel wat. Dat is ook een beetje waar ik veel meer naar kijk. En als ik kijk bijvoorbeeld naar het parlement, dan verwacht je dat er een even aantal vrouwen daar zitten als mannen. Mm-hmm. Om namelijk ook een goede weerspiegeling te hebben van de samenleving in het parlement. Mm-hmm. Omdat het is zeker voor de besluitvorming heel belangrijk dat je vooral vrouwen hebt op verschillende niveaus, verschillende klassen. Omdat je dan op die manier, wanneer een bepaald onderwerp op dat moment op de agenda staat of besproken wordt, dat je dan vanuit verschillende invalshoeken of ervaringen dat onderwerp wordt belicht of wordt besproken. Ja. En zo kan je toch, denk ik, tot een heel ander besluit komen dat waarschijnlijk gedragen wordt door de samenleving. Omdat je dan, ja. En dus daar, ik zie wel dat er een vordering is, want volgens mij wat meer vrouwen nu in het parlement daarvoor heen. In het bestuur, ik denk dat we nu zitten met volgens mij 2 of 3 vrouwelijke ministers. Ik zou toch nog graag wat meer zien. Yeah. Maar natuurlijk wil ik ook niet te feministisch overkomen. want het moet niet zijn dat echt alleen vrouwen. Eigenlijk praat je meer over the right person and the right place. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar er zijn genoeg vrouwen die ook de right person zijn. Dus, on the right place ook on the right wel. Place. Is dat, daar kunnen we toch wat meer aan doen, vind ik. Oké. Okay. Ja. We zijn er nog niet dan, Nee, nog lang niet. Ik denk absoluut dat we een lange weg te gaan hebben. Ik heb een iets ander approach. Het is misschien wel makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik denk dat we wel zeker proactiever mogen worden. En ook nu de voorbeelden van de oudere vrouwen die eigenlijk de weg voor ons gebaand hebben. Ik ben van mening dat het de hele tijd is gaan sudderen. Dat je ook weinig hoort. Dat proactieve is er niet meer. Het lijkt alsof we in een slaap gedompeld zijn. Maar ik denk dat we dat werk moeten voortzetten. En het zou misschien heel erg mooi zijn om ooit met de oudere dames te zitten en te praten. Want ik weet er ook niet veel van. Ik weet niet van hoe het was. Wat ik heb meegemaakt thuis is bijvoorbeeld wel dat mijn moeder een vrouw van een 6e klas lagere school was. Maar ze had wel een kippenkwekerij van 10.000 kippen.
Maar dat is ook mijn karakter. Ze heeft niet gewacht erop. Ze heeft die positie genomen. Mm-hmm. Snap je? Dus het zou heel mooi zijn dat wij leren van de oudere mensen. Want dat is ook mijn voorbeeld geweest. Hoe je eigenlijk zelf moet werken. We gaan geen betere positie krijgen. Mm-hmm. Het gaat ons niet op een dienblad aangeboden worden. We need to demand it. We moeten ervoor werken. Yeah. We moeten ook goed beargumenteren waarom het gewoon niet kan en onacceptabel is. Misschien om een anekdote te vertellen. Ik zit in de Federatie van Surinaamse Agrariërs en ik vertegenwoordig de vrouwen in de agrarische sector. Yeah. En bij het formeren van die federatie zegt iemand van de visserscollectief, hij gaat lachen als hij dit hoort natuurlijk, zegt hij, maar waarom moeten die vrouwen een speciale positie hebben binnen de federatie? Oké. Okay. Hallo? Omdat we vrouwen zijn, ja, maar wanneer mijn net geboord is en van die vrouw is geboren, is toch hetzelfde, ik moet mijn net maken. Precies. Zeg maar, wanneer die vrouw 7 maanden zwanger is en nog moet komen vissen om de kinderen te verzorgen, want die man heeft haar verlaten, vis jij niet met een buik van 7 maanden voor je? Om maar een simpel voorbeeld. En toen begreep je het wel. Toch? Dus men kijkt toch nog anders tegen zaken aan en heel simplistisch. Die vrouwen zeuren maar een beetje. Mm-hmm. Snap je? Het is geen gelijkheid, absoluut niet. We hebben nog een lange weg te gaan. We hebben nog een lange weg te gaan. Ja. En voordat we die lange weg, dat we beginnen tenminste bij een van die zeestraat of een van die paden, gaan we toch wel even op straat. Want we hebben wat straatinterviews gedaan en hier zitten vrouwen aan tafel. Maar we hebben gezegd, we moeten ook de andere kant horen. De mannen. Hoe denken ze nou over de onderwerpen waar wij over praten, van gedachten wisselen? En we hebben een stelling aan deze heren gegeven. En we zeggen, mannen, u gaat reageren op de stelling. Eenouder gezinnen, die zijn het gevolg van gendergelijkheid. Ik vraag u mee om even, ik vraag u nu om even met me mee te kijken. Laat ons even luisteren wat de mannen hiervan hebben gezegd. Zijn eenouder gezinnen het gevolg van gendergelijkheid? Nou, aangezien de situatie van nu, denk ik niet. Gezien de situatie moeten eigenlijk ouders meer hun best doen om aan het financiële te komen. Dus ik denk niet dat het aan gendergelijkheid ligt. Dat hoeft niet zo te zijn. Maar het kan zijn dat de relatie, weet je, even is verstoord. Maar het kan beter worden. Nee, want één oude gezin is al vanaf de ing. Kijk, gendergelijkheid, dat is iets, begint sinds het begin van de mensheid, dat er één oude gezinnen waren. Dus ik kan het niet zo stellen. Het komt gewoon door de mentaliteit van de mensen zelf. Eigenlijk is het zo vastgelegd vanuit het christelijk zienwijze dat je een man hebt, een vrouw, waarbij de man hoofd van het gezin is. En als in een samenleving die lijn getrokken wordt en volgens die lijn gewerkt wordt, denk ik dat er een heel betere gelijkheid van mannen en vrouwen zijn dan wat men eigenlijk aangeeft van de vrouw is ook baas en de man is ook baas. Ik bedoel van, misschien werken ze samen, maar toch wordt via die lijn getrokken dat de man eigenlijk het hoofd van het gezin is. Ik denk het niet, dat is mijn persoonlijke mening hoor. Dus, ik denk het niet. Het zijn verschillende meningen, het is één stelling en het is één ouder gezinnen, die zijn eigenlijk het gevolg van gendergelijkheid. Dames. Dames. Oh. Best een enge stelling. Ik zal niet zeggen dat dat zozeer zo waar is. Er kunnen heel veel aspecten zijn waarom er één ouder gezinnen zijn. Dus niet zozeer dat het gelinkt is aan gendergelijkheid. En het kan gewoon zijn de relatie tussen man en vrouw. Het kan zijn dat de vrouw wat meer opeist voor zichzelf. Mm-hmm.
Ja, ik wil, als ik zo praat, denk ik direct aan die man. Ja. En ja, het zal ook liggen aan de opvoeding, ook van de man. Misschien is hem dat vanaf kleins af aangeleerd. Ook de jongens van, ja jongens, jullie moeten altijd, huil nooit. Jullie zijn degene die sterk zijn. Mm-hmm. En ja, wat die meneer ook zegt, ne, wat hij in de kerk heeft geleerd. Mannen zijn hoofd van het gezin. Ja, het is wat ze is aangeleerd en waarmee ze zijn opgegroeid. Dus dan krijg je al daar een soort kleine scheve verhouding. En het kunnen dus best wat aspecten zijn, maar ik zal niet zeggen dat het dat de reden is. Nee, zeker niet. Nee. Oké. Ja. Ja, ik weet niet wie die stelling heeft bedacht. Maar het lijkt erop dat ja, degenen die de stelling hebben geformuleerd, eigenlijk de vrouwenbeweging, de genderbeweging willen aanvallen. Zo van, triggeren. Ja, omdat jullie opkomen voor de positie vrouwen. Van vrouwen en voor gendergelijkheid, veroorzaken jullie problemen. Maar wat ik weet is dat, ik weet van de 70er jaren al, toen we ons met het vraagstuk bezig hielden binnen de vrouwenbeweging, mm-hmm. toen was het al zo dat de data gegeven zijn. En dat een derde deel van de gezinnen in Paramaribo, van andere districten hebben we geen cijfers, dat een derde deel van de gezinnen een moeder-kind gezin was. En die cijfers zijn niet zoveel veranderd. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk zo dat de kwestie van gezin, er zijn verschillende gezinssystemen in Suriname. Ja, ja. En het is goed om dat te zeggen, uh-huh. omdat als je naar het binnenland gaat, heb je een heel ander soort gezinssysteem. Juist. Ja, uh-huh. daar heb je nog het polygamiesysteem. Dus je hebt één man, drie of vier vrouwen, uh-huh. drie of vier gezinnen. Juist. En dat is een aanvaard systeem. Uh-huh. Het past bij het wetsysteem binnen die traditie uh-huh. van het binnenland, van die Maron-gemeenschap. Uh-huh. En er zijn mensen die kiezen voor het monogame gezin, man, vrouw en kinderen. Maar en dat gaat ook heel erg naar, vaak naar het christelijke toe, het christendom, dat zo een kijk erop heeft. Maar wij vinden dat je alle gezinstypen die er zijn moet respecteren. Precies. En dat je zeker als overheid een beleid moet maken, zodat alle gezinnen die in de samenleving zijn, mm-hmm. dat die de gelegenheid krijgen om te functioneren zoals ze willen functioneren. Mm-hmm. Maar het mag niet zo zijn dat we eenoudergezinnen zien als iets negatiefs. Integendeel moeten we blij zijn dat er vrouwen zijn die zeggen, whatever happens, ik zorg voor mijn kinderen en wij zorgen ervoor dat de kinderen goed worden grootgebracht, dat ze opgevoed worden in gezinsverband en daar moeten we alleen maar waardering voor hebben. Dus ik zou hem niet koppelen en ook niet negatief erover willen praten. Praten, helemaal. Het ging om die trigger hoor. Oké. Okay. Niet dat we zeggen, die vrouwen zijn verkeerd bezig of zo, maar als we kijken tegenwoordig naar de manier hoe ze independentie gebruiken, dat ze zeggen, die man maakt iets geks, eruit. Ik zorg alleen voor mijn kinderen en we gaan alleen verder. En dat ze gaan kijken, oké, de vrouw is nu de baas ook. Of we zijn samen, of jij bent de baas, of ik ben de baas. Maar het zijn afspraken die we maken. Ik zie een beetje vreemd kijken. Ja, dus wederom hoe je er tegenover staat en hoe je het bekijkt. Ja. Ik ga ervan uit dat jullie met deze stelling hebben bedoeld de keuze die gemaakt wordt om je kind alleen op te voeden. Mm-hmm. Dus uit dat oogpunt bekeken. Mm-hmm. De sterke vrouwen die zeggen van, maar ik zou het anders willen brengen. Ik denk vaak, en ik begeef me wel op glad ijs, want ik heb de cijfers niet, uh-huh. maar het is denk ik vaak genoeg geen keuze dat ze eenoudergezinnen zijn. En zeker niet in Suriname en misschien zelfs in het Caribisch gebied. Ik denk dat het veel meer ligt aan het onderontwikkeld verantwoord besef van
vele mannen, ook vrouwen, maar meer mannen, die gewoon heel makkelijk hun gezin verlaten en de verantwoordelijkheid overlaten aan de vrouw. En dat zien we in Suriname. En nogmaals, ik heb de cijfers niet, maar ik denk dat als je gaat kijken naar wat de reden is dat we zoveel eenoudere gezinnen hebben, of het is een keuze van de sterke vrouw die alleen haar kinderen wil opvoeden omdat die man gekkigheid heeft gemaakt. Ja. Of als ze eigenlijk getuimeld zijn in die situatie omdat die man zo gewoon heeft laten zitten. Dus je zou echt moeten kijken naar de cijfers. Maar wat ik ook ervan wil zeggen is, laten we ook kijken naar de gezinnen waar er een man en een vrouw zijn. Ja, die dan samen de leiding hebben. Mm-hmm. Om dan te praten over gendergelijkheid. Ik vind dat we moeten kijken naar evenwicht of onevenwicht binnen die gezinnen. Omdat volgens de hele genderopvatting in de samenleving is het zo dat we vinden, wij vinden, men vindt, dat de vrouw bepaalde taken heeft. Ja. En de man heeft de taken die eigenlijk veel meer naar buiten gericht zijn, toch? Dus, maar dat is een opvatting, het is niet zo. Het is een opvatting. Kijk, opvattingen die worden gewoon via de opvoeding worden ze ingebracht. Maar het heeft niets met, het heeft met cultuur te maken. Maar niets met natuur en niet met zoals het eigenlijk zou horen. En wij van de vrouwenbeweging, van de genderbeweging vinden dat als er een gezin is met twee mensen die leiding geven, dat er veel meer evenwicht moet zijn in de taken die vervuld worden binnen het gezin. Yeah. Dus man en vrouw moeten eigenlijk gezamenlijk zorgen voor de opvoeding en voor de huishouding. En er moeten evenveel kansen zijn voor vrouwen om een rol buitenshuis te vervullen. Stel, een vrouw wil in de politiek of een vrouw wil actief zijn in een organisatie, dan moet zij de gelegenheid kunnen krijgen via onderlinge afspraken dat zij ook de ruimte krijgt. Het moet niet zo automatisch zijn van een man mag gaan voetballen, lid worden van een voetbalorganisatie, vrouw van een politieke organisatie, vrouw blijft thuis, zorg voor de kinderen, kleren, zorg voor het eten, zorg voor een lekkere temper van de man, toch? Ja. En de man gaat gewoon zijn gang en de vrouw kan niet moven omdat zij gewoon de last heeft van de huishouding en ik zeg last tussen aanhalingstekens, maar dat zij altijd opgescheept zit met bepaalde taken in huis. En dat is wat wij vinden, er moet meer balans zijn, zodat vrouwen ook de kans krijgen om zich te ontplooien. Zouden we kunnen stellen dat doordat de vrouwen toen voor ons zijn begonnen, ze hebben eigenlijk de grond waar we moeten gaan planten, hebben ze helemaal opgespit en nu alles, er is mest. En wij kunnen nu ondernemen. Omdat de vrouw is gaan ondernemen, dat er echt een balans is gekomen. Dat de man zegt, ik moet rekening houden met, want we praten over balans. Die vrouw heeft zich geprofileerd en die zorgt ervoor dat de man nu wel degelijk rekening houdt met beide kanten. Zowel mijn kant als zowel de kant van de vrouw. Is er ergens toen, we weten al dat de basis is gelegd voor ondernemerschap. Dat heeft mevrouw Stappers ook gezegd. Maar zouden we kunnen stellen dat doordat wij ons zijn plek hebben ingenomen als vrouwen, en doordat we hebben laten zien dat wij het ook wel kunnen, dat de mannen wel degelijk rekening met ons zijn gaan houden, vooral in het gedeelte van ondernemen? Ja, we kunnen dat zeker stellen. Wel denk ik dat het weer eens beide kanten opgaat, want het heeft ook gemaakt dat de man zich bedreigd voelt. Dus het hangt ook weer helemaal van de ontwikkeling af, van waar ze staan in die maatschappij, van cultuur. Het hangt van heel wat factoren af. Het is wel zo dat de vrouwen wat proactiever worden, dat de vrouwen dus nu het niet meer pikken, om het zo te noemen, en gewoon ervoor gaan. Maar het is, en daarom zei ik, het is toch al lang niet wat het moet zijn, want het is nog steeds heel erg moeilijk. En dat maakt in principe dat die vrouw eigenlijk twee keer zo hard werkt. Een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld de vrouwen in het binnenland verhaal wilde ondersteunen, is omdat als jij dingen gaat structureren,
ze in een bepaald stramin brengt, in een bepaalde cultuur, dan geven ze ook meer vrije tijd om met hun kinderen door te brengen. Ik geef maar een simpel voorbeeld. Als de vrouwen nu collectief gaan planten, dan kan je afspreken dat we gaan 7 uur, wanneer de kinderen naar school zijn, gaan we planten tot 1 uur. Je bent met een grotere groep, je valt het werk aan. En vanaf 1 uur kan je weer met je kinderen zijn, je kan koken, je kan de kinderen helpen. Hun leven wordt helemaal anders geregeld. Maar mind you, als de vrouwen, en het hangt helemaal vanaf wat voor cultuur opstaat en zegt, luister, bekijk het maar even lekker, jij komt vandaag, want ik ben nu carrièrevrouw en ik ben onderneemster. Het loopt niet altijd even goed. Denk ik. Dan krijg je een stukje opstand van de andere zijde. En waar we ook voor moeten waken is dat we niet moeten kijken naar een handjevol carrièrevrouwen die eigenlijk, ja toch? Exactly. Die wel zover zijn dat ze hun plek kunnen opeisen binnen een relatie. Ja. Mm-hmm. En denken dat het geldt voor alle vrouwen. Mm-hmm. En dat het altijd zo simpel is. En dat het zo simpel is. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus daar moeten we ook even rekening. Want er zijn, laat maar zeggen, het gros van de Surinaamse vrouwen eist haar plaats nog niet in binnen een relatie. En ik ga je zeggen, ik deal met ondernemende vrouwen. Maar mind you, het werk thuis moet gedaan zijn. Hè? Ja. En dus heb je een probleem. En als je man van het werk komt, moet het eten goed zijn. En dus de kleren moeten gewassen zijn. We zijn nog geen ontwikkeling. Chantal, heb jij ook zo een concrete ervaring waar je kan zeggen van, precies zoals de andere dames aangeven, it is not that simple. Eigenlijk hebben wij vrouwen het moeilijker. Absoluut. En zeker om die man ook duidelijk te maken, zeg, ik moet werken. En dan ga ik later koken, dus je gaat later eten vandaag. Hoe zit dat precies? Nou, ik kan het meer gooien op iets van bestuur. Ja. Dat je moet nagaan als je als vrouw en nog een jonge vrouw een bepaalde functie vervult. En je hebt daarboven toch nog mannen aan wie je verantwoordingsschuldig bent. Dan, ik kan me nog herinneren dat een keer gezegd werd van, ach ja, maar wil je dit echt doen? Ik bedoel, je kan toch lekker thuis zitten, televisie kijken en misschien een boeien bakken of ik weet niet wat je wil doen, maar goed. En ik had echt iets van, nee, dat ga ik niet doen. Ja. Weet je, ik bedoel, ik ben hier en ik ben hier om een job te doen, dus we doen dat. Dus het is ook voor mannen en misschien ook wel oudere mannen, omdat zij dat niet gewend zijn. Ze zijn niet in zo'n tijd. Ze dulden geen tegenspraak. Maar mannen weten het, toch? Dus het is moeilijk waarschijnlijk. Ik heb ook medelijden met ze, hoor. Dus het is ook wel moeilijk voor die mannen om, zeg maar, ook te luisteren en te leren van een jonge vrouw of een jong persoon dan. Mm-hmm. En ik denk ook dat ze zich misschien een beetje bedreigd voelen. Maar ze luisteren niet van, wat heeft zo iemand nou wel te zeggen? Of wat voor bijdrage kan zo'n persoon leveren? Nee, het is gewoon zo. Ach, ze moet gewoon daar zitten. Het is gewoon leuk. We moeten toch een beetje ook wat vrouwen hebben, want die hebben ook gestemd. Hè? Verkiezingen. Dus laten we dat even checken. Maar zo is dat niet. Dus ik denk dat daar je toch ook nog de ruimte moet krijgen, ook als vrouw. Om het een en ander te kunnen doen. Mm-hmm. Of als jij als jonge vrouw in diezelfde positie en dan heb je dan je medewerkers, hier zeggen we ondergeschikte, maar ik hou niet zoveel van het woord. Inderdaad. Maar zeg maar medewerkers die aan jouw verantwoording schuldig zijn. Mm-hmm. En die zijn dan misschien 20 jaar ouder dan jij zelf bent. En ook een man, dat heb ik ook meegemaakt. Mm-hmm. Dat was een groot probleem. Een probleem is in hoe? Nou, hij moet dan instructies of opdrachten uitvoeren van een vrouw, een jonge vrouw. Mm-hmm. Ja, ik zou mijn dochter kunnen zijn. Ik zeg oké. Ik zeg maar die relatie hebben we niet. Ik zeg we hebben hier een werkrelatie bijvoorbeeld. En het heeft me wat tijd gekost, maar eigenlijk moet je met de mensen, of dat is een meneer, moet je echt zitten en met de meneer praten en communiceren en kijken van we hebben hier een job te doen, we moeten werken. Het interesseert me verder niet. Precies. Weet je, maar we moeten dat doen. Dus
ik heb dat wel meegemaakt en ik denk vele andere vrouwen ook hoor. Dus daar moet er ook aan gewerkt worden. Ik denk dat er meer naar elkaar geluisterd moet worden. Met elkaar gepraat moet worden en uitgelegd moet worden van waarom eigenlijk dat zo is. Net hoe Tanja aan die meneer heeft uitgelegd, die vissers, van die vissersvereniging. Yeah. Mm-hmm. Er wordt gewoon denk ik weinig gecommuniceerd. Maar sowieso is het ook een mindshift bij de mannen. Yeah. En vooral de oudere mannen. Mm-hmm. Dat de vrouwen dus ook daar komen, of de jonge mensen. Want zij vergeten dat zij ook een keer daar waren. Precies. Dus dat vergeten ze. Dus, het is groei. Ja. Is het raar dat mannen zich ergens bedreigd voelen? Er zijn nog genoeg vrouwen die hun plek niet opeisen. Mm-hmm. Maar is het raar dat mannen ergens gaan denken van... Maar inderdaad, jonge dame, we gaan het doen zoals ik het zeg, omdat ik nog steeds de man ben. Ik ben eigenlijk de leider van. Yeah. Dus daarna mag jij zeggen dat jij ervoor zorgt om op jouw eigen manier dat ding te vertalen. Maar laten we eerst luisteren naar wat ik te zeggen heb, want ik ben de man. Is het raar dat ze zich ergens bedreigd voelen? Nou, of het raar is, ik denk dat mannen zich bedreigd voelen omdat de opvatting in de samenleving zo is dat zij de leiding hebben. Mm-hmm. En ze worden zo opgevoed, toch? Yeah. Zij moeten de lead nemen en het wordt ze ook gezegd in het gezin, mm-hmm. ben jij de baas? Yeah. En als ze dan merken dat de vrouw toch op een gelijk niveau wil functioneren, dan krijgen ze het knap benauwd, ja. Maar het is niet zo dat die mannen slecht zijn, maar het is omdat de opvattingen in de samenleving zo zijn. Ze weten niet anders. Ze weten niet anders, ze zijn anders opgevoed. Opvoeding. Opvoeding. Ja, toch? En ook op school heb je dat. Je hebt de opvoeding thuis, maar ook de opvoeding op school. Inderdaad. Kijk maar wat er gebeurt, welke taken jongens krijgen, welke taken meisjes krijgen. Precies, de meisjes moeten schrijven, de heren. Alles uitwegen. Ja, toch? Ja. En maar ook in clubhuizen en overal. En dan praten we nog niet eens over de politieke partijen. Mm-hmm. Want je kan heel goed zijn als vrouw, heel uitmuntend, en toch wil men je binnen een politieke partij behandelen als zoals men een vrouw ziet in de hele genderopvattingen. Mm-hmm. En daarom zie je weinig vrouwen functioneren binnen politieke partijen, toch? Mm-hmm. Zie je ze in het bestuur? En als ze zien we ze als leider van politieke organisaties? Precies dat, die ontbreken nog. Het zijn nu nog. Prachtig! Is het nog steeds een mannenwereld? Al helemaal niet meer. Ik denk het wel. Nou, hoe? In welke zin? Als we hem op een scale gaan zetten, mm-hmm. dan is het nog wel steeds dat die mannen zwaarder wegen. Dus in die balans, op die weegschaal, dus inderdaad. Ja, het is gewoon een mannenwereld. Mm-hmm. Wat ik wel denk, is dat waar het aan schort, is dat de vrouwen te weinig bundelen. Mm-hmm. Dat wat die vrouwen hebben gedaan toen, hebben ze ook alleen maar bereikt doordat, als je goed hebt geluisterd, doordat ze gebundeld zijn. Yeah. Een enkeling is een drenkeling. Die vrouwen van tegenwoordig, eigenlijk helemaal in Suriname. Samen, dat woord samen is geskipt uit het woordenboek. Dat is eng. En zolang we dat niet doen om ons te gaan bundelen, om samen eigenlijk te gaan tegen die gemeenschap die in principe een verkeerd denken op nahoudt over de positie van de vrouw, als wij niet gaan bundelen om daar, en ik zeg niet dat we moeten gaan knokken of whatever, maar we moeten wel kenbaar maken en aangeven met voldoende liefde en tact, mm-hmm. dat het leven veel mooier is wanneer we elkaar begrijpen en respecteren. Dus op een gelijk niveau staan. Ik laat me er gelijk bij zeggen, ik ben ook geen feminist. Mm-hmm. Ik heb alles, ondanks we de agrarische of vrouwen agrarische coöperatie zijn, dat is een ander verhaal, want we werken ook met mannen. We werken alleen met mannen als ze een vrouw empoweren in agriculture. Okay. Dus, en ze zien de successen. Mm-hmm. En dan merk je wel dat het kan. Yeah. Want ze vinden het geen enkel probleem dat onze regel is. Mm-hmm. Voordat je denkt, is een vrouw lid van die organisatie. Yeah. That's what it's all about. Dus wij moeten gewoon gaan proberen om onze positie kenbaar te maken. En met de tak die vrouwen als caretakers zijn, als opvoeders, als moeders. Mm-hmm.
met dezelfde tak moeten we die mannen gaan ombuigen, zodat ze begrijpen dat hun leven echt niet achteruit gaat, maar mooier zal worden. Want geloof me, wanneer je die vrouw zo kapot hebt gemaakt en ze is helemaal uitgeput, dan bekijk je het maar lekker. Begrijp dat niet? Maar ik wil toch nog even wat zeggen. Omdat, weet je, ik ben het eens met Tanja dat de vrouwen actief moeten zijn om verandering te brengen in die genderverhoudingen. En vrouwenorganisaties en in bundeling. Maar we moeten niet vergeten dat de overheid ook een taak heeft. Uh-huh. Ja? De overheid moet dit proces faciliteren. Precies. En ik vind zelf dat de overheid en eigenlijk in deze fase nauwelijks zichtbaar is. Ja, daar ben ik helemaal ja, toch? Absoluut. Er is helemaal geen duidelijk genderbeleid in het land op dit moment. We weten helemaal niet wat de opvattingen van de overheid zijn. En ik vind dat we daar ook een beetje harder aan moeten trekken. Ondanks het feit dat volgens mij ieder ministerie een gender, wat is de naam? Een genderafdeling. Een gender focal point. Ik zou nu ook inkomen. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben we als Nationaal Informatie Instituut de laatste tijd, zeker de laatste 2, 3, 4 maanden, hebben we vaak dit onderwerp gehoord, gender, omdat er daar een bureau is. Ja. En we keken ook met hun, ze praten over Orange Day. Elke maand, als ik het goed heb, is het de 15e van de maand, dat ze zo een dag hebben waar ze dus samen met vrouwen oranje aandoen en al dat soort van dingen. Tegen geweld. Maar dan is dat een kleine groep die daarvan bewust is. Moet die overheid beginnen met het wegwerken van die opvattingen die er zijn in die samenleving? Of moeten wij onze kinderen, niet alleen onze meisjes, maar onze kinderen en onze jongens en onze meisjes anders opvoeden, zodat die opvattingen er alvast niet zijn? En als die overheid pas later inkomt met het beleid, als het er überhaupt wel of niet is, dat ze dan eigenlijk al ready zijn om het gewoon op te pakken. Zeg, ik snap wat het inhoudt. Ja. Waar moeten we beginnen om die opvatting weg te werken? Bij onderwijs. Precies wat ze daarnet zei, de overheid heeft ook een taak. Belangrijke taak. Want vrouwenorganisaties doen al wat ze kunnen. Ja. Ja. Maar de overheid moet dat verder gaan faciliteren en moet daar wat mee doen. Mm-hmm. Want op een gegeven moment, los van een volle dagtaak, zit je nu ook nog in een vrouwenbeweging en heb je ook nog die man om voor te zorgen. Come on. Waar blijft de overheid om het een stukje makkelijker te maken? Voor die vrouw. Waarom worden de gender focal points niet wat zichtbaarder voor de mensen, dat ze weten dat ze er naartoe kunnen gaan? Waarom bundelen ze niet met de vrouwenbewegingen? Want ja, er kan iemand daar de leiding hebben van zo'n gender focal point en ze kan haar visie daar hebben op het ministerie, maar je moet met de grote groep gaan bundelen om samen te bepalen wat het beleid is, hoe wij dat willen als vrouw. Je kan niet alleen daar zitten. Mm-hmm. En ik denk dat ze gewoon niet zichtbaar zijn. Ja. Chantal, geparticipeerd, ook wel een voorbeeld genoemd van het bestuurlijke. Ja. Komt die overheid nou wel of niet in ergens, om te zeggen? Ik denk dat er wel beleid is, maar ik denk gewoon op papier. Mm-hmm. Dus het is er misschien wel, omdat we toch lid zijn bij verschillende internationale organisaties. Dus je moet toch wel wat beleid hebben. Mm-hmm. Maar in hoeverre wordt dat beleid nou geïmplementeerd en uitgevoerd? Dus ik denk dat er daar nog wat aan hapert. En mevrouw Stappers zei het daar net al, onderwijs. Ik denk dat je echt daar op moet gaan zitten. Hè? Echt daar moet gaan opzetten. En niet alleen op de scholen. Begin al bij IOL, ne? Bij de leerkrachten. Ja. Want zij, overheid. Want zij, de leerkrachten zijn ook mensen, komen ook uit een bepaalde omgeving, hebben ook een bepaalde opvoeding, hebben ook een bepaalde denkwijze, juist. Dus zij moeten weten van de mannen en de vrouwen, it's oké. Okay. Yeah. Yeah. Het is gewoon heel oké dat we, weet je, dat er een gelijkwaardigheid is tussen jongens en meisjes of mannen en vrouwen. Ik bedoel, kijk naar tienerzwangerschappen. Mm-hmm. Die meisjes worden toch nog steeds afgeschreven? Ja, er is nog wel. Ja. Maar er is wel een beleid. Ja. En de jongens blijven. Ja. Maar je moet daar toch ook weer iets gaan doen, denk ik. Niet alleen de meisjes zeggen van, hé, je hebt iets gedaan. Maar de jongen heeft hij niets gedaan. Mm-hmm. Dus ik denk dat
je daar echt wat meer moet gaan doen. Het gaat allemaal om die balans. En dat vind ik zo mooi. Balans in het leven. Ja. En we waren op het veld, heb ik al eerder aangegeven. En we spraken over de balans. En we hebben die heren gevraagd. Zeg, kijk, je praat over een balans. Maar stel nou, jullie zijn jong. Jij en je vriendin. Jullie beginnen en jullie gaan ervoor. Jullie hoeven niet rijk te zijn. Jullie hoeven niet veel geld te hebben. Jullie gaan samen opbouwen. Jullie gaan nog naar school. En op een gegeven moment wordt het een beetje tijd. En die man zegt, weet je wat, schatje? Ga jij door naar school? Ik ga even in de bouw. Zorg dat ik Amonica in zee. Maar jij moet ervoor zorgen dat je minimaal je bachelor hebt. En die dame is akkoord. Ze gaat ervoor. Ze gaat voor de bachelor. En op een gegeven moment zijn er zoveel botsingen in huis. Je begrijpt me niet. Want ons opleidingsniveau is niet meer hetzelfde. En ik probeer je niet te tillen of te trekken naar het niveau waar ik ben. Maar voordat we jullie reactie vragen, gaan we even luisteren wat die mannen zelf ervan hebben gezegd. Laat ons even meekijken. Twee mensen in een relatie verschillen in opleidingsniveau. Kan dat een reden zijn dat de relatie stuk gaat? Ja, ik geloof daar dus degelijk wel in. Omdat op het moment dat er bepaalde serieuze doelen die je als stel wilt behalen, eentje het zeg maar stagneert, dan kan dat problemen in de relatie brengen. En het is begrijpelijk, omdat als ik naar mezelf kijk, kan ik niet kiezen voor een vrouw waar ik niet mee kan levelen. Dus ik kan het wel begrijpen. Waar een liefde is, hoeft er geen scholing te zijn. Als je van iemand houdt, je hebt voor iemand gekozen, dus dat wil zeggen dat je met die persoon je leven door moet brengen. Het hangt er vanaf wat beide partijen afstemmen in zo'n relatie. Want je hebt sommige partijen die goede communicatie hebben en andere partijen waarbij er minder gecommuniceerd wordt. Dus het ligt aan de communicatie. Dat wel, ja. Waarom zeg je dat? Omdat vooral als de vrouw een hogere functie heeft, gaat de man zich minder voelen, toch? Dat is dat. Ik denk niet dat een oorzaak is, hoor. Nee. In mijn optiek niet, omdat ik het zie, ik zie het om me heen. Ik ken mensen dicht bij mij ook, waar het opleidingsverschil een beetje hoog is, maar die mensen zijn gelukkig. En de relatie is al jaren, ik kan niet in de toekomst kijken, maar de relatie is al jaren, het gaat perfect. Ik denk niet dat het een echte reden kan zijn, omdat mocht het zijn dat die vrouw hoger geschoold is dan die man, denk ik dat wanneer ze met elkaar goed communiceren, denk ik dat het wel kan lukken. En dat de vrouw op haar manier binnen die relatie en binnen het gezin die man optrekt een beetje naar haar niveau. En die laatste man die zegt, juist het omgekeerde van wat wij zeiden. Wie moet wie nou optrekken naar welk niveau? Nee, die laatste man zei het juist. Juist. De vrouw trekt die man wel op naar zijn niveau. Naar haar niveau. Ik weet niet of het omgekeerd gaat gebeuren. Hmm. Als de man een ander niveau heeft bereikt en die vrouw nog daar beneden is blijven steken. Mm-hmm. Ik weet niet of dat zo makkelijk zal gebeuren dat hij zich geroepen voelt om haar naar zijn niveau te tillen. En dan wil ik ook weer een stelling poneren. Hmm. What about die mannen die in de politiek gaan? En een heel ander leven gaan leiden. Mm. Want ze moeten vaak vergaderen. Mm. En die vrouw heeft nog steeds die ULO. Maar die man is heel hoog in functie. Mm. Minister of whatever. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Dat moeten we de mannen ook vragen. Ja. Mevrouw Stappers. Kijk, je wil bijna zeggen dat het een beetje een oneerlijke stelling situatie is, toch? Mm-hmm. En, omdat tot nu toe is het zo dat het bijna omgekeerde is, toch? Yes. Heel vaak, omdat mannen dan de gelegenheid hebben gehad
om naar buiten te treden, om gewichtige dingen te doen, om in de politiek te gaan, om geld te maken en dergelijke. En men bekommerde zich niet over het opleidingsniveau van vrouwen. Dat vond men easy, maar vond men goed, toch? Want men heeft nooit discussie daarover gevoerd. Inderdaad. Toch? Maar het moment dat vrouwen nu hun opleidingsniveau gaan optrekken, is het een probleem. Heel groot probleem. Is het een heel groot probleem. Dus dat is eigenlijk binnen die discussie, vind ik, echt een beetje een oneerlijk aspect. Maar goed, het is een feit dat opleidingsverschillen in relaties wel kunnen zorgen voor problemen. Ja. Dat kan ik onderkennen. En voor elk probleem moet je oplossing zoeken. Dat is zo, ja. Ja, toch? Het is zo. Wij hebben, toen wij van de vrouwenbeweging hebben gezegd, er is geen balans. Opleidingsniveau van de mannen is hoger. Wij willen dat het gelijkwaardig wordt. Als het door de vrouwen weer uit balans raakt, dan is er ook een probleem. De taak van de mannen. Dus, en dan moeten mannen en vrouwen daarover gaan praten, maar niet alleen in de één-op-één wijze, maar ook de samenleving moet zich erover buigen van hoe gaan we dit vraagstuk aanpakken. Want eigenlijk moet je ervoor zorgen dat en mannen en vrouwen goed opgeleid worden in deze samenleving. En voor disbalans mag je niet zorgen. En wat je nu krijgt is veelal een ontwikkeling dat mannen, juist vanwege die genderopvattingen, willen ze geen onderwijs meer volgen. En willen ze in die glamourjobs gaan zitten, veel geld maken, gewoon om toch die macho te zijn. Om ervoor te zorgen dat zij geld hebben voor hun gezin. En dat zijn de vraagstukken waar wij ons over moeten buigen. Van hoe gaan wij deze problemen tackelen met z'n allen? Maar niet de vrouwen de schuld geven. Nee, helemaal niet. En zijn de cijfers bekend van de vrouwen die nu bijvoorbeeld afstuderen van de universiteit? En ik meende iets begrepen te hebben dat het ook veel hoger is, hè? De aantallen van vrouwen die nu gaan veel meer universitair vrouwen zijn opgeleid en afstuderen. De vrouwen die zijn inderdaad iets wat hoger opgeleid. Nu zeg ik het ook gewoon zo uit het hoofd, omdat je dat ook ziet. Maar de cijfers, daar moeten we wel zeker naar op zoek gaan. En ook dat gedeelte vooral. Cijfermatig kunnen aantonen dat die vrouwen werkelijk die ontwikkeling meemaken en eigenlijk midden in die ontwikkeling zijn. Maar voordat we naar die vraag gaan, nou even, wat denk jij van die case? Van verschillen op opleidingsniveau. Het gaat er zijn, nog de komende tijd, net wat mevrouw Stappor zegt, het is een vraagstuk, je moet er naar gaan kijken. Maar zo heb je ook wel in een gezin dat het opleidingsniveau misschien hetzelfde is, maar het kan ook fout gaan. Dus dan kom ik weer op dat stukje van begrip voor elkaar, hoe stimuleer je elkaar, hoeveel ruimte gun je elkaar om het een en ander te kunnen doen. En ik zou juist blij zijn als ik iemand heb op een bepaald niveau om te levelen. Maar wat je ook nou ziet is dat je hebt vrouwen als ook mannen die hebben gestudeerd. En misschien universitair, maar waarschijnlijk is dat niet waar ze happy in zijn. En nog wat anders gaan doen. Misschien willen ze nu landbouwer gaan worden. Ja, een praktische job. Of iets heel anders gaan doen, of DJ. Ik weet niet, dat heb ik pas ook gezien ergens. Dus het zou moeten kunnen eigenlijk. Maar dat wat een van die heren zei, als er liefde is in die relatie en met elkaar kan praten, die ruimte kan geven en elkaar op die manier ook kan optrekken, ook ter wille van de kinderen, dan denk ik dat we al een stapje verder zijn. Maar het begint dan weer bij de opvoeding. We hebben veel werk hoor. En kijk, we blijven nu ook wel een beetje oppervlakkig over zaken praten, omdat we moeten letten op de tijd, maar er zijn veel meer dingen die mensen bezighouden. Zeker als u het heeft over dat stukje van alles wat we nou eigenlijk bespreken gaat terugkomen naar en de opvoeding en de overheid. Want ze moeten het samen doen. Maar als we dus kijken naar het niveau van de vrouw hier in Suriname. We zeggen we moeten proactiever worden als vrouwen. Een paar van ons zijn al proactief genoeg en dan moeten we anderen optrekken om ook zo proactief te worden. Kunnen we nu als Surinaamse vrouwen zeggen, als we naar het buitenland gaan,
dat we gewoon precies zo trots als we in ons land rondlopen en andere vrouwen ook wel gaan empoweren om ook zo voor zichzelf op te komen. Kunnen we dat all over the world ook doen, omdat we op hetzelfde niveau zijn met de andere vrouwen daarbuiten? Ja, ik denk absoluut dat we die onder doen voor de vrouwen internationaal. Absoluut niet. En ik ga het nog sterker maken. Ik denk dat wanneer wij ons verhaal vertellen, want we hebben een verhaal. We zijn multi-etnisch hier in Suriname. We hebben een verhaal. We weten gewoon niet voldoende en we onderkennen niet voldoende wat we hebben. We waarderen niet wat we hebben. Maar vergeleken bij heel veel andere landen hebben we een verhaal, een uniek verhaal. Voor hoe we met elkaar samen zijn hier op dit mooie stukje aarde. En wanneer wij ons verhaal vertellen, ja, dan wordt het ook stil aan die kant. Dus ik denk, en qua niveau, qua opleidingsniveau, het verschil is hem wel dat wij een beetje modest zijn. Surinaamse vrouwen zijn meer terughoudend en een beetje humbled. En als ik kijk naar zekere vrouwen in het Caribisch gebied, en al helemaal de Westerse vrouwen, die zijn outspokener, die gaan er gewoon voor en die praten zelfs voor hun beurt. Surinaamse vrouwen niet, ze zijn een beetje terughoudend, maar qua niveau, we doen absoluut niet onder. Absoluut niet. We doen niet onder. Nee, we doen niet onder. En het is ook zo dat het wel duidelijk is dat vooral de vrouwenbeweging in Suriname duidelijk ontwikkeld is en zich goed kan presenteren in het buitenland. En de vrouwenbeweging hier heeft ook heel veel bereikt. Ik kan het met Brad Kanti van de mond zeggen. Vanaf het begin. En een aantal zaken, aantal legacies noemen. Dus dat is zo. Nou is het ook zo, mevrouw Staphorst, om het even te onderbreken. Precies dit wat u zegt, want in het buitenland heb ik ook zelf ook meegemaakt. Het was Marokko, als ik me niet vergis. Dat die overheid die vrouwenbeweging, die nationale vrouwenbeweging, eigenlijk bijna ziet als een directe partner. Wanneer ze praten over zaken die vrouwen aangaan. NVB in hun land is daar. Hoe zit het hier met ons in Suriname? Ja. Is NVB wel altijd een partner als het gaat om discussiëren of nadenken over zaken waar vrouwen aan bod komen? Ja. Nee, dus dat is wat waar ik ook naartoe wilde. Je kan verschillende vergelijkingen maken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de vrouwen in de Latijns-Amerikaanse landen, dan zie je dat die heel actief strijd leveren voor politiek, vrouwen in politiek en besluitvorming. En daar zitten ze echt met het quotasysteem waarbij ze eigenlijk ook bereikt hebben dat tot in de wetgeving is vastgelegd dat zoveel procent van de vrouwen in politieke partijen, in bestuur, op bestuurlijk niveau van politieke partijen, in het parlement, op lokaal politiek niveau vrouwelijk moet zijn. En dat verschil is er. En wat dat betreft kunnen wij hier in Suriname als vrouwenbeweging niet echt een vuist maken of aantonen dat we dat hebben bereikt. Ja. En in een aantal landen hebben de vrouwenorganisaties ook een betere plek ten opzichte van de overheid, zoals het net is gezegd. Dus dat zijn vergelijkingen die we moeten maken. Dus we moeten niet ontevreden zijn, maar wij zijn wel van mening dat de overheid de vrouwenbeweging serieuzer moet nemen. En ook meer als een partner moet zien. En niet als een vijand of iemand die tegen de schenen van de overheid wil vechten of wil schoppen, maar een partner die juist kan helpen meedenken over de veranderingen die echt heel erg noodzakelijk zijn in een samenleving. En wat dat betreft zou het prettiger zijn als de overheid veel meer in de NGO-beweging zou geloven. Ik zeg NGO, sommige mensen zeggen particuliere organisaties. Maar het is bewezen dat die sterk zijn, sterk ontwikkeld zijn. Nou, geef ze ook een zeg in politiek, in besluitvorming. En ik bedoel, de slogan van deze regering is meedenken, meebeslissen. Maar gebeurt het echt? Ik denk, wat de vrouwenbeweging betreft, zeker niet.
Chantal, vrouwen op internationaal niveau, die lopen met hun schouders hoog, maar de Surinaamse vrouwen ook, zoals Tanja het heeft aangegeven. Heb jij ook die ervaring dat we zeggen, we zijn niet achter, hè? Nee, we zijn zeker niet achter. Kijk, we hebben eigen verleden, eigen cultuur en we zitten in een eigen proces. En als je dat ook een beetje vergelijkt in de wereld, kunnen we absoluut niet zeggen dat we echt nog daar ergens zitten. Ik bedoel, als je kijkt, ik dacht in het Arabische Emiraten, dat nu pas de vrouwen mogen rijden daar, of een rijbewijs mogen maken. Dus ik denk dat we hier toch wel op bepaalde punten veel verder zijn. Ja. Misschien zijn er nog andere punten, mevrouw Stapport heeft daar net al aangehaald, waar we toch nog aan moeten werken. Als gelijkwaardige partner, dus de NGO's, ook mee te denken of mee te doen en mee te beslissen in de besluitvorming. Ik zie in DNA nu dat we toch wat pittige vrouwen hebben. Ja. Dus er is iets gaande, er is een beweging, maar we zijn nog niet daar, maar het komt wel. Nog lang niet, dat weten we met z'n allen. En daar kijk ik weer even in de richting van mevrouw Stapors. Ja. Want ik probeer dat verhaal weer even voor de geest te halen, waar mevrouw Rafael is dat heeft uitgelegd. En als ik het zo begreep, was het eigenlijk gewoon, je zou kunnen zeggen, een particulier initiatief dat die vrouwen gingen bundelen. Ja. Wat als we nu zeggen van Tanja, Chantal, mevrouw Stapors en alle andere vrouwen, we gaan ons massaal aansluiten bij die nationale vrouwenbeweging en we gaan die overheid wijzen hoe dat moet. Want dan moeten ze rekening met ons houden wanneer we bepaalde plannen hebben en wanneer we bepaalde zaken hebben afgesproken. Zou dat ergens ook werken, dat wij gewoon zouden moeten starten en zeggen, overheid, je ziet wat er gebeurt, voel je verplicht om hier aan mee te werken. That's my way. Om als gelijkwaardige partner eigenlijk mee te doen. Mm-hmm. Ja. Dus je noemt Nationale Vrouwenbeweging is, bedoelt ik vraag, u als... Ik vraag als jullie toen zijn begonnen, gewoon als, wij vrouwen hier zo, we spreken af, we gaan het voorbeeld geven. Yeah. Niet dat we de politiek gaan benaderen om te zeggen van, hé, we zijn hiermee bezig, wil je helpen? We beginnen alvast te bundelen en zorgen voor het voorbereidend werk. En daarna pas gaan we verplichten die overheid om mee te doen. Absoluut. Ik blijf daarin geloven, omdat het gewerkt heeft in het verleden. Het is op dit moment niet zo dat de vrouwenbeweging verenigd is en gebundeld is. En dat zou absoluut weer het geval moeten zijn. Zodat je een betere gesprekspartner ook kan worden van de overheid. Dus daar moet ook gewerkt worden. Maar er zijn wel voldoende initiatieven waar de overheid eigenlijk al mee kan doen. Gewoon direct in kan stromen als het ware. Ik denk dat absoluut die vinger op de zere plek. Ik denk dat het daar ook heel erg aan schort. Laten we beginnen te bundelen. Laten we beginnen te bundelen als vrouwen om een stem te willen hebben. Want dan alleen kan je een stem hebben. En ik denk dat dat vaak genoeg een probleem is. Het is, ik weet het zeker dat het een probleem is. Het is zeer jammer om te moeten zeggen dat de vrouwen als mevrouw Staphorst, mevrouw Rafales, niet meer zo super actief zijn. En de vrouwen die er nu zijn, sorry dat ik het moet zeggen, die begrijpen het niet helemaal. Dus we moeten daaraan gaan werken. Om die vrouwen, want vrouwen hebben ook issues, hè? Om te bundelen onderling. Hoe wil je dat die overheid een gesprekspartner wordt als we het niet eens kunnen worden met elkaar? Begin dat goed te maken en dan ga je beuken op die overheid, dat ze je moeten zien als gesprekspartner. Maar als je niet één vuist vormt, kan je het vergeten. Want die overheid kan je ook zo uitspelen. Maar wanneer jullie zeggen die vrouwen moeten bundelen, dan denk ik nu aan NVB. Moeten alle vrouwen zich aansluiten daar of moet die bundeling er totaal anders uitzien? Wat is het beeld dat die persoon? Nee, bundeling. Als we praten over bundeling van vroeger, dan zie je NVB als één organisatie. Okay. En dan zijn er ook andere. Je hebt de Women Business Group, je hebt nu de Wiuma Fusranang, je hebt Stichting Stopgeweld tegen Vrouwen. En die inheemse vrouwenorganisaties, Maroon vrouwenorganisaties, samen in een platform. Een netwerk, een platform, maakt niet uit. En je hoeft niet één te worden, want dat is altijd een hele discussie dat je eenheid moet vormen en
moet opgaan in één organisatie en je zelfstandigheid verliezen, dat hoeft niet. Ja. Je kan als een netwerk functioneren, waarbij je je zelfstandigheid behoudt, maar waarbij je wel één koffer maakt van als het gaat om het gemeenschap, wetgeving, dan zijn we hier en dan hebben we een standpunt. Als het gaat om ondernemerschap, dan zijn het die vrouwenorganisaties met wie de overheid moet dealen. En als het gaat om geweld tegen vrouwen, dan heb je weer een ander stel vrouwenorganisaties. Maar onderling zorgen we dat we op één lijn zijn. Ja. Dat zou helemaal de ideale situatie zijn. Dat is de ideale situatie. En het kan. Hoe ver zijn we met dat gedeelte? Want er wordt wel samengewerkt, toch? De organisaties. Er wordt nu samengewerkt op basis van activiteiten. Oh, oké, okay. Projecten. Maar dat grote overkoepelende, dat, of dat netwerken, dat is nu eigenlijk een beetje meer in de besluitvorming eigenlijk. Ja, het is een beetje weggezakt, maar ik ben ervan overtuigd dat het gewoon weer komt. Het heeft ook te maken voor een deel met de hele situatie, de crisis in het land, waardoor organisaties zelf ook een beetje zitten met hun eigen voortbestaan. Mm-hmm. Waardoor ze ook veel minder gaan kijken van hoe kunnen we bundelen. Maar ik zou zeggen, juist als je in een crisissituatie zit, moet je elkaar opzoeken, moet je elkaar versterken om samen weer, weet je? Samen weer op te trekken. Om het want te we zeggen. Praten over overheid moet je gesprekspartners zijn, maar er zijn ook andere belangrijke partners hoor. In de wereld, om het zo te zeggen. Nee, maar ook in het land. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. Het bedrijfsleven kan ook een belangrijke ook een partner zijn. Precies. Als je veranderingen wil in gender. Mm-hmm. De vakbeweging, noem maar op. Ja. Dus weet je, er zijn zoveel partners die je kan maken. Moet maken. En ik grijp elke keer weer naar het voorbeeld dat je gaat, Chantal. Mm-hmm. Als jonge vrouw, je hebt leiding gegeven aan mensen ouder dan jou. Waar zouden we moeten beginnen? Om die vrouwen die misschien nog niet eens zijn aangesloten bij een van deze organisaties, om ze te laten begrijpen, zijn hey ladies, kijk, we kunnen misschien wel even afkijken van het buitenland, maar daar is het een heel andere situatie, andere cultuur. Laten we hier zo onderling kijken, hoe wij als vrouwen elkaar kunnen stimuleren of kunnen empoweren om te zeggen van, begin alvast te ondersteunen deze organisatie of kijk welke organisatie bij jou past. Waar zouden we moeten beginnen? Nou, ik denk sowieso praten tot elkaar, communicatie, om aan te geven van kijk, als je bundelt, als je samen bent met wat vrouwen, kan je met elkaar overleggen, ervaringen delen en daaruit kan er wat moois uitkomen om dan te kunnen aangeven van kijk, die mevrouw zit daarmee, die zit, je kan elkaar helpen. En dan echt zeggen van, hé, het is wel nodig dat we dan met de overheid gaan zitten en praten, omdat we dit missen. We willen op zo'n manier behandeld worden, of we willen op zo'n manier gelijkwaardig zijn met jullie, of noem maar wat. Dus ik denk dat we echt moeten beginnen met praten, want er heerst nog zoveel onwetendheid, denk ik. Bij heel veel vrouwen, en mannen ook, bij heel veel mensen. En het zou goed zijn om informatief, tegenwoordig heb je ook, je hebt nu NII, je hebt Facebook, zoveel social media, om op zoveel fronten alvast heel veel informatie te brengen, discussies op gang te brengen, op allerlei niveaus, ook met jongeren te praten, om aan te geven van, hé, dit is wat het is. Nu. Dus ik denk dat je daar, want je moet een mindshift gaan maken. Helemaal. Het gaat om, daar gaat het om, want ik kan niet gewoon naar jou zeggen van, zo, ben je tevreden of niet ontevreden, sluit je maar aan. Yeah. Dus je moet wel, anders kijk je maar aan en denk van, ja, waarover heb je het? Dus je moet toch wel een kleine mindshift teweeg brengen van, het, die dadelijk als het moederdag is, zie je weer die reclame van, koop een wasmachine voor moeder. Dus er moet een kleine en liefst een wasmachine. Wasmachine. Ja, maar goed, ik heb er niet zo'n probleem mee, maar ik ken wel heel veel vrouwen die dat zo denigrerend zeggen, ze vinden ze dat. Dus er is een bepaalde mindshift die er moet zijn, dat vrouwen nu weten van, hé, we moeten wat actiever zijn, we moeten bij elkaar komen, we moeten ervaringen delen, er moet wat meer informatie naar buiten. Dan kom ik weer bij die opvoeding en scholen, daar begint het allemaal. En dan ga je merken dat er op een gegeven moment, het gaat een lang proces zijn denk ik, maar op een gegeven moment, er een mindshift begint plaats te vinden. Yeah.
En dan kan je daar misschien wel wat mee gaan doen. En dan merkt die overheid ook, waar er veel mannen in zitten, we moeten ze misschien zelf betrekken erbij. Mm, juist. Dus, eigenlijk staan ze dan tegenover je als het ware. Ja, en dat is niet de bedoeling. Mm-hmm. Dus ze gaan dat zelf, misschien nodigen ze zelf die bewegingen, de vrouwen uit. Dus ik denk dat daar moet je dan een balans weer gaan vinden. Het is zo mooi, je wil erover blijven praten, zeker als vrouw. De redactie die heeft aan mij gepresenteerd een plan van Stichting Projecten. Die is toen gemaakt na 100 jaar, die herdenking van de Dag van de Vrouw. En daarin zijn er wat punten opgenoemd die eigenlijk moeten leiden tot het maken van, zou je zeggen, nationaal beleid, genderbeleid. Is dat plan bekend bij de dames? Bij mevrouw Sapor zeker. U werkt samen met de organisaties. Ben u bekend, Chantal? Nee. Zouden we ergens moeten kijken, en dan heb je het net ook genoemd, zouden we ergens ook moeten kijken naar de organisaties om te kijken van hoe geschiet jouw communicatie naar de vrouwen toe? Hoe ziet dat er overal over, de communicatie? Daar gaat het niet eens om werven van leden, maar gewoon ervoor zorgen dat datgene waar die organisatie voor staat. Ik weet, als jonger meisje, toen ik nog op de Mulo school zat, was NVB zo druk bezig, ja, dat ze mijzelf aan het nadenken hebben gezet. Want ik moest en ik wil naar Mulo. Ja. Maar later laten ze nadenken, maar weet je hoe goed betaald die technische beroepen zijn? Mm-hmm. Dat was er toen. Maar vandaag aan de dag hoor je veel minder van die organisaties. Ja. Hoe kunnen we daar verandering in brengen? Mm-hmm. Waar moeten we naar kijken om die verandering te brengen? Die communicatie dus. Mm-hmm. Ja, ik zei het daarnet al. Anno 2018 heb je social media, je kan naar de scholen toe gaan om met de studenten te praten. Om ze dus het een en ander te informeren. Ik zal niet zeggen bijbrengen, want anders kom je weer belerend over. Maar die informatie te brengen, met ze te praten erover en naar ze te luisteren ook. Hun vragen, want alle studenten komen ook uit een gezin en een bepaalde opvoeding. Dus ik denk dat de communicatie vanuit bepaalde organisaties nu, dat het misschien wat anders zou moeten lopen. Ik weet niet hoe het tegenwoordig zit. Tegenwoordig zitten alle studenten met een telefoon. Mm-hmm. En ik denk niet alleen dat het telefoon is, ik weet niet hoe de interesses ook liggen. Want waarschijnlijk zijn ze ook nog geïnteresseerd in dat soort zaken. Mm-hmm. Dus dat is ook weer een issue als je het hebt over studenten. Dus, je gaat echt moeten nadenken van, hoe kan je dit soort onderwerpen interessant maken? Mm-hmm. Daar, ik praat echt over studenten, maar ik vind dat hij daar begint, hoor. Dus je gaat dat eigenlijk moeten doen. En ik denk echt dat de beste plek is de scholen. En waarschijnlijk ook de schoolleiding, dat die ook zegt van, jullie moeten allemaal daar aanwezig zijn en een verslag schrijven, voor een cijfer. Dus misschien aankoppelen. Je moet er iets aan koppelen, dat ze gestimuleerd worden. Want zij zelf weten niet dat wanneer ze daar zitten en ze luisteren, dat ze iets opvangen. Je begint een zaadje te planten op dat moment. Dat ze iets opvangen en denken van, en dan thuis als ze zitten en aan tafel, gaan ze dat even bespreken misschien met de ouders. Ja. Dus daar begint het eigenlijk, hoor. Ja. Kijk. Dingen, ze klinken een beetje eenvoudig. Je moet communiceren, precies. Je moet informatie verspreiden. Maar het is toch wel ingewikkelder. Ik ga gewoon één voorbeeld geven. Okay. Als je bijvoorbeeld wil reizen naar vrouwenorganisaties in het binnenland, ik weet niet of je er ooit geweest bent, dan moet je betalen. Over de weg, over de rivier. Ja, je moet trainers meenemen. Als je iemand vraagt om een videoopname te maken, kost het een paar honderd, soms duizenden. Sommige vragen zelfs duizenden US dollars. Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk communicatie. Als je communicatie wil, NII is een... Nu? Hoeveel geld heeft NII? NII heeft toch geld om te zorgen voor communicatie. Hoe moeten die vrouwenorganisaties dat doen? Nee, sorry. Yeah. Maar zo is het toch? Dus ik denk dat er voldoende ideeën zijn bij de vrouwenorganisaties die nu actief zijn. Maar het ontbreekt ze ook aan middelen. En de overheid zou voor bepaalde onderdelen wel moeten inkomen.
Anders kunnen ze niet functioneren. Toch? Ik weet van bijvoorbeeld de Stichting Stop Geweld. Het was vroeger een bloeiende organisatie. Yeah. Maar ze hebben keer op keer bij de overheid aangeklopt van... leen personeel aan ons uit. Toch? Exactly. Of neem ons personeel over, zodat wij die dienstverlening kunnen voortzetten. Want wij hebben die know-how. Yeah. Ja, toch? We kunnen die service verlenen, omdat we alle kennis hebben erover. Maar we hebben geen geld om personeel te betalen. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. Als Tanja nu haar project wil uitvoeren, mm-hmm. op een goede manier, in al die de dorpen... Dan heeft ze geld nodig en ze heeft ook geld gekregen van de IDB. Anders zou je het niet kunnen, toch? Ja, sowieso. Dus IDB en Japan, hoor. En, Japan, en het Japanse fonds. Dus ik wil maar aangeven dat dat ook een issue is voor de vrouwenbeweging. En dat, dat ze eigenlijk, ja, dat je ze niet moet verwijten. Dat ze niets doen. Nee, dat kunnen we niet doen, want ze deden dat wel. Want ze hebben dat voorheen wel gedaan. Inderdaad. Dus ze zijn nu in een dip vanwege allerlei financiële zaken. Mm-hmm. Ook internationaal komt er veel minder binnen. Yeah. Nationaal is de overheid ook een beetje zwak. Mm-hmm. Waardoor de overheid ook niet kan ondersteunen. Inkomen, en dat is een van de belangrijke redenen waarom er minder gecommuniceerd wordt. Mm. En minder gedaan wordt ook. Maar misschien wil NEI nou dus ergens het is ondersteunen. Nu aangeboden. Dus, we moeten de vrouwen bieden. Ik vind ook best dat de overheidsvoorlichting aangesproken moet worden. Om de organisaties te helpen. Mm-hmm. Om een deel van hun promotie te doen. Yeah. Want het is niet te doen voor een organisatie om het in zijn eentje te betalen. Als denk Nationaal Informatie Instituut bieden we het gelijk aan. Oh, geweldig. Het is niet alleen belangrijk voor de vrouw, maar belangrijk voor de hele samenleving, zoals u het aangeeft. En als we niet nu beginnen, dan gebeurt het eigenlijk nooit. Maar dan wil ik toch nog even in de richting van Tanja kijken. Ja, klopt. Maar ik denk dat we ook moeten gaan kijken om wat meer te werken met onze universiteit. Er zijn genoeg mensen die daar afstuderen. Ik denk dat we goed moeten gaan formuleren als vrouwenorganisaties wat ons beleid is. Waar willen we naartoe? En als we geen geld hebben, het is moeilijk, maar we moeten wel een beetje inventief zijn. En misschien kunnen we, er zijn zoveel organisaties, maar misschien wil wel een van de studenten afstuderen op deze topic. Weet je, we moeten inventief zijn. En in de wereld op dit moment zijn vrouwen en youth, women en youth, zijn een hot issue. Ze worden overal in betrokken, in alle policies en als je dus ondersteuning wil, et cetera, moet je er maar liever voor zorgen dat je women en youth in je programma hebt, want anders kan je het vergeten. Dus we moeten misschien ook beter gaan kijken, maar, dan blijf ik het weer zeggen, stel ik ben nu een donor en ik zeg ik wil die vrouwen in Suriname ondersteunen, waar begin ik? U bent er niet meer, NVB, hoe functioneert NVB nu? Wat is, ik wil niet één organisatie, maar ik wil het netwerk proberen naar een higher level te tillen en ik zet mijn geld. Waar staat u in Suriname? Je gaat waarschijnlijk zoeken naar een organisatie die een gelijkwaardige partner is met de overheid, maar dat hebben we nu even niet. Dus ik denk, dan kom weer terug op het netwerk. Ja. Dus daar gaat het. Ja. Je gaat, de donor gaat gelijk zoeken naar het overkoepelend orgaan. Ze kunnen geen individuen of single organisaties ondersteunen. Maar dat klopt. Echt niet helemaal hoor, want er zijn internationale organisaties die zich gespecialiseerd hebben op geweld. En die gaan dus niet zoeken naar overkoepeling. Nee. Ze gaan gewoon kijken welke organisaties zijn bezig met dat gedeelte. Maar dan zijn we wel met of het specifieke bezig. Nee, maar omdat je zegt internationale donoren gaan zoeken naar we hadden het net, we hadden het net over dat er geen middelen zijn om dus dat beleid van die vrouwen te helpen naar een ander niveau. We hadden het net erover dat we moeten gaan bundelen. Mm-hmm. Want we moeten niet meer gaan kijken naar de specifieke objectives van de specifieke organisaties. Mm-hmm. Maar het gaat toch nu, als het gaat om gelijkheid, is het toch over de hele linie
Of het nou vrouwen zijn in de agrarische sector of vrouwen die zich gebundeld hebben in de medische sector. Mm. Het gaat over die hele linie. Ja, maar het is niet alleen de bundeling. Het is en bundeling, maar ook de individuele organisaties moeten functioneren, toch? Ja. Want hoe bundel je als je bijvoorbeeld gezondheid en vrouwen doet, maar je kan niets doen op het gebied van gezondheid? Dan ben je geen sterke partner in een overkoepeling. Ja, begrijp je? Maar dus de vraag was, er zijn geen middelen om eigenlijk de vrouwen te ondersteunen, vrouwenorganisaties te steunen in hun groei. Ja. Maar als er donoren zijn in het buitenland, wat is er dan mis met die vrouwenorganisaties? Want er zijn genoeg donoren die steunen. Waarom krijgen ze dus... Er zijn veel minder donoren die steunen dan voorheen. Ja, zeker. Het is zonder meer zo. Dus eigenlijk moet je je misschien een beetje gaan verdiepen daarin. Maar het is absoluut zo dat er echt weinig donoren zijn. Maar zo zie je het en er zijn dus vrouwen van... Er is nog een heleboel wat je... Onwetendheid en zo. Ook binnen deze sectoren, toch? Het is echt veel minder, want vroeger kon je ze donoren op een rij, weet je, waren er zoveel donoren en nu moet je ze gewoon zoeken met een flashlight. Ja. Zeker ook om de situaties all over the world, dat speelt ook wel een rol. Ja. Maar je zou nog een vraag stellen? Nee, ik wilde weten van mevrouw Staphorst, als ze wel vindt dat het gros van de organisaties wel... Ja, hoe moet je het zeggen, heel hard hun best doen en wel functioneren, maar dat de middelen, de financiële middelen, eigenlijk de enige tekortkoming of grootste tekortkoming is. Vindt u dat? Ja, alleen een paar organisaties hebben daar problemen mee. Ja toch, die zouden veel beter kunnen functioneren als ze middelen hadden. Of als ze subsidie hadden van de overheid, om maar eentje te noemen. Ja. Als je wil, kan ik je een voorbeeld geven. Ja, u ik mag heb dus, geven. Dus, laat me zeggen, ik ben als vrijwilliger verbonden aan de stichting Ilse Henaar Hewitt, juridische bijstand voor vrouwen, toch? Die organisatie krijgt geen financiële steun van de overheid, krijgt ook geen financiële steun van donoren, toch? Maar het werk moet doorgaan. Ja. Dus... wij hebben gebrainstormd, ik ben onbetaald directeur. Oké. Okay. Toch? Ik ben vrijwilliger, want de stichting kan geen directeur betalen. Maar ik functioneer gewoon volledig vrijwillig. Maar er zijn juristen toch, die ook rechtsbijstand moeten geven aan vrouwen. En hoe moeten zij functioneren? De vrouwen komen, ze stromen naar het bureau. En er moet elke dag een jurist zijn om met ze te praten, om ze te begeleiden, om ze te adviseren. En wij hebben toen gedacht, laten wij kijken naar een win-win situatie. Dus we hebben een beroep gedaan op advocaten, vrouwelijke advocaten, die ook op een vrijwillige basis rechtsbijstand verlenen. Okay. En we hebben gekeken naar een win-win situatie, waardoor zij zelf ook... klanten mogen winnen, aanwerven, terwijl ze dus de juridische bijstand verlenen. Waardoor we wel het spreekuur kunnen laten doorlopen, toch? Okay. Maar naast het spreekuur heb je voorlichting, je wil voorlichting geven. Dat stukje loopt niet echt goed, omdat je daar, als je juristen vraagt, om naar Nikeri te gaan of naar Saramaka, en je wil dat het goed loopt, dan kan je het niet op vrijwillige basis doen. Dat kan ik je echt vertellen. Ja. Zij willen betaald worden. Ja, klopt. Maar hoe kan je dat realiseren? Ik denk dat in dit geval bijvoorbeeld, heeft de overheid sowieso een grote taak. Maar wat ook het probleem is in Suriname, kijk, en dit is echt het verschil in... generatie, hè? Het spijt me om het te zeggen, maar de generatie van mevrouw Staphorst was een hele andere generatie die nu nog liefdadigheidswerk doet. Yeah. Een onbetaalde directeur. Yeah. Maar ik kan u ook garanderen dat er zoveel organisaties zijn, en daar kom ik vandaan, hè? Zoveel organisaties die organisaties oprichten om het geld. Mm-hmm. En die verpesten het ook voor die dit andere. Soort goede organisaties. Dus
We spraken wel en eigenlijk wilde die man misschien, of tenminste ik wilde dat kind nog niet bij zijn naam noemen. Maar ik denk dat dit soort organisaties als van u, waar u dus uw kracht aan verleent, daarvan te lijden hebben. Sowieso doet de overheid te weinig, want ik bedoel, bijna niemand weet dat er gender focal points zijn bij de verschillende ministeries. Maar de overheid heeft daar ook een taak om te gaan identificeren welke organisaties zijn er. Mm-hmm. Wat voor werk doen ze? Hoeveel van ze werken al jaren op vrijwillige basis? Yeah. Ga die organisaties dan steunen, ja. Mm-hmm. En kijk naar wat hun doelstelling is, waar ze de overheid eigenlijk helpen met het probleem. Want dat wat hun organisatie doet, is in principe het oplossen van problemen die de overheid eigenlijk zou moeten oplossen. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Dus zij moeten dat goed gaan identificeren. Want meestal gaat het beetje geld dat er is naar de verkeerde plek. Okay. Dat is waar het om gaat. Dat beetje geld gaat meestal naar de verkeerde plekken. Mm-hmm. En dan los van dat stukje waar we zeggen de communicatie moet verbeterd worden, maar tegenwoordig de informatiestroom is als de Atlantische Oceaan. Er komt zoveel op je af. En precies wat Chantal zei, de interesse van de jongeren. We moeten ze ergens interesseren om deze informatie tot zich te nemen. Het Nationaal Informatie Instituut begint die stap te maken en zegt, NVB, Stichting Ilse Hena, we mogen komen bij jullie voor de rechtsinformatie. Laten we even zitten en we gaan die samenleving informeren. Okay. Maar hoe kunnen wij ervoor zorgen dat in die hele Atlantische Oceaan van informatie, los van die creativiteit die je moet gaan gebruiken, dat we die jongeren begrijpen, ze laten begrijpen waar we voor staan. Zouden we moeten werken met die opvattingen? Of moeten we komen met, dit is waar de stichting voor staat en dit is wat we vrouwen bij willen brengen? Want we zijn nu bijna gericht op vrouwen willen, jongeren willen sensatie verkopen. Maar het is nauwelijks sensatie als je praat over gelijkheid. Als je die vrouw duidelijk wil maken, zeg, hey, jullie zijn op één niveau. Die jonge vrouw die... Komen jullie met spannende dingen op, man? Hoe gaan we dat moeten doen om het belangrijke, en dat is, die informatie is er, het is belangrijk dat het aankomt, maar we hebben nu een jeugd die meer op sensatie gericht is en van flashy dingen houdt. En nou, dus kijk, vanuit diezelfde stichting kan ik zeggen dat jonge vrouwen erg veel belangstelling hebben voor rechten van vrouwen, rechten van meisjes, omdat wij wel voorlichting geven op scholen. Oké. Toch? Mm-hmm. En de meisjes hebben heel veel belangstelling, ook de jongens. Dus dat is de ervaring die we hebben. Dus van ja, zeg je, de beperkte middelen die we hebben, de vrijwilligers, want we werken ook met studenten van de universiteit, die gaan wel naar de scholen. En de kinderen luisteren aandachtig, hoor. Dus ik geloof daarin dat als er meer organisaties een link maken met het onderwijs, en of omgekeerd dat onderwijs een link maakt met de organisaties, dat er ook een heleboel van de grond geteeld kan worden. Klinkt echt zo mooi, hoor. En nu wenkt de regisseur me daar ergens. Ze kijkt niet in zijn richting, want het is straks dag van de vrouw, ons groot moment. Ja. En ook al zeggen sommige mensen, ja, het is de enige dag waar vrouwen het luidst willen praten. We doen ons best om elke dag iets te zeggen. Hoe luid het klinkt is punt 2. Maar wat is de boodschap die u als vrouw meegeeft aan andere vrouwen, maar zeker ook de mannen die nu zitten te kijken naar dit programma? We beginnen aan die kant, bij Tanja. Nou, ik zei het net al aan mevrouw Stapel, voor mij is het iedere dag dag van de vrouw. Echt waar, ik doe niet meer aan die speciale dagen. Als we die gelijkheid willen hebben, moeten we ook geen speciale dagen hebben. Je moet niet een dag voor moederdag hebben. Hartstikke leuk, commercieel, geweldig, ze verkopen heel veel. Maar je hoort je moeder iedere dag in de watten te leggen en iedere dag te respecteren. Dus ik ben niet zo van die speciale dagen. Maar als ik toch wat moet zeggen, dag van de vrouw. Ja. Vrouwen, ga jullie je bezinnen. Weet wat je wil en werk aan je ontwikkeling. Zo alleen kom je er.
Dus neem dat als dag van de vrouw. Ik heb nooit echt dag van de vrouw gevierd hoor. Meestal is het lang voorbij, zorg ik, oh ja, 8 maart was dag van de vrouw. Ik dacht, oké. Dat is een maar, drukke vrouw die zegt dat. Ja. En mevrouw Stapers, ik ken haar als een van de drukste vrouwen. Een uitbrander geven, niet schamen. Maar, je moet je schamen. De boodschap van mevrouw Staphorst, degene die vooral helemaal van die kant komt en nu midden in die samenleving nog steeds staat. Ja, ik blijf herhalen. Ik geloof heel sterk in organisatie. En ik geloof dat je door middel van sterke organisatie een heleboel kan bereiken. En daarom doe ik een oproep aan de vrouwen om zich te organiseren en aan de bestaande organisaties om zich sterker te maken, zodat ze een sterke bijdrage kunnen leveren aan de genderbeweging. Prachtig. Nou, dag van de vrouw. Ik maak deel uit van een gezin. Ik heb 2 andere zusjes. Dus in huis was er maar 1 man, de vader, en 4 vrouwen. Dus op een gegeven moment hebben wij ook op een manier een beetje een plek opgeëist. En mijn vader was ook wel iemand van, hey, ik heb meisjes, ze moeten niet als sufferds opgroeien. Mm-hmm. Dus ze moeten ook kunnen praten en kunnen zeggen wat ze willen. En dat werkt nu. Dus eigenlijk wat ik als boodschap mee wil geven, is dat ook thuis binnen de gezinnen, dat er meer gecommuniceerd wordt met elkaar. En niet iedereen zo achter een PC of een iPad of hoe je dat noemt. Ja. Maar dat er meer gepraat wordt, en vooral de vrouwen, dat wat ze ook willen, gaan niet direct extreem dingen doen. Ja. Omdat, ja, we moeten toch wel rekening houden met de mannen, dat ze moeten wennen aan die verandering. Ja. Dus als vrouw probeer op een manier, probeer inventief te zijn en na te denken van, hey, hoe kan ik toch dat doel bereiken dat ik graag wil bereiken? Welk pad moet ik oplopen? Mm-hmm. Dus Tanja zei het al, bezinnen. Dus het is deel van het bezinnen. Zit, denk na. Vraag informatie. Ga naar mevrouw Staphorst. Of een van de andere organisaties. Discussieer erover van, hey, hoe kan ik bij mij thuis dit teweeg brengen? Yeah. Datgene dat je graag wil doen. Dus, het blijft wel met communiceren met elkaar. Ja. En zo zijn er nog vele andere keywords die we kunnen gebruiken. Er zijn vanavond ook wel een aantal belangrijke zaken gezegd. Maar vooral het samen doen. En vooral bundelen en samenwerken. Organiseren. Eigenlijk niet bang zijn om met elkaar van gedachten te wisselen. Niet meer kijken naar ik leg mijn deal op aan jou en jij gaat dat doen bij mij. Maar we moeten veel al samen gaan doen. En we hebben vandaag wel extra aandacht gegeven aan de vrouwen. We hebben met 4 vrouwen hier zo hebben aan tafel gezeten. En die hebben dus van gedachten gewisseld over, eigenlijk kun je zeggen oppervlakkig van gedachten gewisseld over de vrouw in ontwikkeling. U mag thuis verder gaan met deze discussie. En u mag zeker ook aan ons laten weten als u dus enkele van de zaken die u heeft gehoord, als u daar verder op in zou willen gaan. Dat kunnen we in de volgende aflevering. En die ruimte bieden we ook aan u. We bedanken u dat u heeft willen kijken. We bedanken zeker de dames dat ze hun tijd vrij wilden maken om de andere vrouwen thuis ook wel een beetje te empoweren. Kijk op naar een vrouw. Kijk op naar any other women in die samenleving die iets voor jou betekent of heeft betekend of zal betekenen. Maar zorg ervoor dat je op jouw manier gaat bezinnen, beseffen en vieren de dag van de vrouw op 8 maart. Fijne avond verder en blijft u kijken naar KOF TV. Vergeet u niet, als u deze aflevering heeft gemist, bent u net komen kijken, kunt u nog op YouTube gaan, de pagina van het Nationaal Informatie Instituut. Daar vindt u dus deze aflevering terug. Dank u voor het willen kijken en een fijne avond. KOF TV.